als reuse, recycle, repurpose in de week van de circulaire economie. Wat deze week is, staan ze centraal. Nieuwe bedrijfsconcepten, innovaties in deze prachtige week en ook in het mooie Flevoland. Dus ik zeg eigenlijk, waarom zouden we nog kunstmaterialen gebruiken op de daken, terwijl dat we dat gewoon op deze manier kunnen oplossen? Heeft u toevallig gehoord hoeveel kilo oude pompen er jaarlijks op de afvalberg landen? Samen voor een gesloten kringloop, terug naar het begin, is het nieuwe vooruit. Ons paneel heeft echt vele voordelen. Het is namelijk 100% natuurlijk en biobased. Als we binnen de zorg een grote stap in duurzaamheid en CO2-reductie willen doen, dan moeten wij iets met deze plastics. Nou, de winnaar van de publieksprijs van de circulaire innovatie top 20 in Flevoland. Het Flevo Ziekenhuis. Dus de winnaar is de prefab lisdodder wandpaneel. Ja, echte wereldverbeteraars enthousiasme zit erachter.